Hallo jongens, ja, dit is een videootje over de nieuwe snapshot. Ik heb er al wat dingen opgebouwd. Trouwens, waarom ik de laatste tijd niet zoveel video's upload, is omdat 1. Ik heb school. 2. Ik, ja, het is gewoon een beetje moeilijk. Dus het eerste wat ik jullie wil laten zien is als je lava en packed ice, of gewoon verpakt ijs doet, dan gaat het ijs niet smelten, omdat dit is ijs. En allemaal in elkaar gepakt. Misschien gaat het ooit wel smelten, alleen niet nu. Het tweede wat nieuw is, is, nou, zijn deze planten. Deze is dus niet nieuw. Deze wel, nou ja, deze is eigenlijk ook niet nieuw. Het is... Hij was er al, maar ja. Het is gewoon vernieuwd van texture. En dit is een blue orchid. Een denk orchidee, ik weet niet wat het is. Ik ben niet zo in de planten, dus ja. Hier zo zie je allemaal tulpen. Oh. Ah. Hier zo zie je allemaal tulpen. En jongens, ik vind ook dat het heel erg sloom gaat. Wacht heel even. Oké, nu zou het ietsje sneller moeten gaan. Maar je hebt nu ook bijvoorbeeld zonnebloemen. Je hebt lilac. Ik weet niet wat de Nederlandse vertaling daarvan is. Je hebt grote ferns. Dat zijn... Ah joh, je weet het wel. En dan hier zo double tall grass. Tall grass is eigenlijk gewoon dit. Maar dan double. Dus twee keer hoger. En dan daar zo heb je deze. De rosebush. Er zijn nu ook vissen. Dus hier zo zie je de... Lag. Oké. Hier zo zie je de clownfish. Oftewel gewoon van Finding Nemo. Je weet wel, gewoon een goudvis. Daar zo zie je een pufferfish. Ik dacht dat dat... Nou. Ik ben ook niet zo in de vissen. Dus daar zo zie je... Rauwzalm. Hier zo gekookte zalm. Ik eet geen zalm. Dus. Daarom. Ja. Hop, naar de volgende. Nu hebben ze bij de options. Hebben ze nu ook music en sounds. Ik heb het eigenlijk uit. Alleen ik wil bijvoorbeeld geen enemy monsters. Ik wil geen muziek. Ik wil wel dit. Ik wil dit half. Weather, nou, kijk, dat is dus voor de regen. Slash double downfall. Dus, hier is het nu aan het regenen. Als je dan naar music en sound gaat. Dit helemaal. Huh? Ik weet nu niet meer wat dat is. Okay. Dus ja. Je hoort dus ook geen stom geluid meer. Yes! Oké, dan... Oh nee, wacht. Eigenlijk moest ik het aanlaten. Oké, wat je ziet hier is... Het terrein is heel erg vernieuwd. En je ziet ook dat daar sneeuw ligt, omdat het hoog ligt. En als we dan hoger gaan, zie je opeens dat er sneeuw is. Dat... Kijk, het hele stomme is van regen gaat mijn computer laggen, dus... Zou ik er dan voor? Wat ik ook had gemaakt was dit. Daarmee kan je de mood van dat ding kan je instellen. Dus dit zit er eigenlijk allemaal achter. Daar zo is bijvoorbeeld voor...
laten we eens kijken. Als we happy doen. Heel even kijken. Als we... Wauw, lag. Als we sad doen. Ah, de bovenste is dus voor sad. Die daaronder is voor... Ja, gewoon neutraal. En die, voor en die daaronder is blij. Dus dat is mijn creatie hierop nu al. Naar de volgende. Hier zo zie je een muur. Dan denk je, Marty, je kan er best doorheen. Lag. Wauw. Wacht. Oké, nu zou die het moeten doen. Ik heb hem op render distance 2 chunks gedaan. Dus hij moet het nu wel doen. Wauw. Lag. Oké, wat het hoort te doen is als je... er eentje probeert te slopen, dat hij hem dan ja gaat replacen. Wacht, heel eventjes. Oké, hier hebben we de max FPS op unlimited gedaan. Lijkt hij nog steeds. Ik weet niet wat er met mijn computer is hier hoor, maar ik denk dat het gewoon komt omdat ja, nou, laat ik maar die switch overhalen. En laat ik jullie maar zien wat er gaat gebeuren dan. Doe het! Ah, ik hoorde een klikgeluidje. Ja, oké. Okay. Dan kijken we weer terug. Niet achter je kijken. Ja, en dan klik je daar. En dan kan je eigenlijk er hier zo wel doorheen. Maar daar niet. Het is ingewikkeld. Ik zet het ding heel even uit. Wacht even. Uitgezet. En ik heb nog zo'n ding. Kijk, dit ding. Als dit wil doen. Ja, oké. Okay. Het lijkt net al alsof ik lag als ik in de buurt kom. Misschien moet ik deze ding heel even uitzetten. Gedaan. Oh, nog meer leuk. Oké, wat kan ik hier aan doen? Nee, laten we maar gewoon kijken wat het kan. Het maakt eerst zo'n soort structuur. Ja. Alleen, je kan het weer niet breken. Het is gewoon hetzelfde als de muur. Klaar. Bam! Zo doen we dat. En nu kan je het wel gewoon breken, maar eerst niet. En mijn computer, die echt, hij vindt het niet meer zo leuk als ik ga filmen. En dat is normaal eigenlijk niet echt zo. Nou ja, wel als ik ga filmen, maar ja, nou. Ik ga jullie nog één ding laten zien en dan ga ik over naar de command. Kijk. Doet dit nou? Doet het niet? Nou ja, dan niet, joh. Nu naar de command. Er is dus iets nieuws en dat is set blok. En dan doe je ja tilde of zo. En dan druk. En dan zet je hier zo één neer, dan gaat hij daar een steenblok neerzetten, want één is steen. Wat je ook kan doen, is in plaats van één is Minecraft stone. En dan krijg je hetzelfde, maar dan kan je ook Minecraft chest. Dan krijg je ook hetzelfde. Wat je dus daarmee nog meer kan doen, is... Wacht, ik ben heel eventjes een beetje vergeten. Ah, oké, dan 1, dan replace en dan hier zo, data tag. Dat is leuk, want dan kan je items, dit, en dan kan je ID Minecraft, wat zullen we er eens in doen? Wood. Zit er hout in? Tenminste, dat hoort. Nee. Oké, nou ja.
ik heb dit heel moeilijk gemaakt en zo. Het is heel moeilijk. Dus ik heb nog iets gemaakt en dat is hier. Het is een... hoe noem je dat soort dingen? Zo'n kist die uit de lucht komt vallen, dat die helpt. Alleen, het lijkt een beetje gebroken te zijn. Dus ik ga het eventjes maken, jongens. Het lukte me niet, dus eigenlijk wat hij moet doen is dit. Dat deed hij ook niet. Oké, dan gaan we deze eens uitproberen. Need some help, soja. Dan druk ik op yes. En dan komt er een kist naar beneden met een diamant zwaard. En dan ja, kan je dat een paar keer doen. Yes. En dan bam. En dan heb je enorm veel diamanten zwaard eigenlijk. Ravage! Wat er nog meer nieuw is, is je kan hier zo op super secret settings klikken. En dan komen er shaders. En ik laat ze heel eventjes allemaal zien. Deze is een beetje raar. Black and white and grey. Deze is lichter. En dat vind ik er leuk aan. Dat is ook mijn default geworden. RGB gewoon. Ondersteboven. Inverted. Je weet wel gewoon. Nu is het bijvoorbeeld wit. En dan doe ik het time set 0. En dan wordt het opeens bruin. Ja. Dit is een oud scherm. Alleen dit lagt. Op een of andere manier. Super secret settings weer. Dit is... ja. Dit lijkt een beetje alsof... Ja, ik zag in een comments van een videootje zo van... Hey, het lijkt alsof je high bent als je dat gebruikt. Maar ik ben nog nooit high geweest, dus dat wil ik denk ik ook niet. Maar dit is gewoon een oud beeldscherm. Dit is neon. Dat is echt vet. Alleen je kan de wolken ook niet meer zien. Tenminste, ik heb ze denk ik ook niet aan. Clouds on. Jawel, je kan de wolken wel zien. Blabber, oké. 8 bits. Ietsje lichter. Ja. Een bril. En hier zo, dit is gewoon, ja, party. Dit is wel ook een favoriet van mij, want het maakt het veel mooier. Dit is eigenlijk gewoon heel onscherp. En dan zijn we er doorheen. Ik hoop dat je het videootje leuk vond en geef een like, comment en ja, natuurlijk zoals iedereen zegt, flik, nee, sorry voor dit. Subscribe.